En dan verleggen we het perspectief naar de wedstrijd van aankomend weekend Heerenveen-Ajax. In de bekerfinale van 1993 speelden beide teams ook tegen elkaar in een afgeladen Kuip. Tienduizenden Friese en Amsterdammers, een goede sfeer en veel, heel veel doelpunten. Petersen. Die zijn uitverkiezing te danken heeft aan een slechte prestatie van Ronald de Boer afgelopen zondag tegen Twente. Bergkamp, Davids, Overmars en Zwager tot twee keer toe. Fameuze ingreep van de keeper van Heerenveen. Rechtop, 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 de kans, rechtop! Jongen, jongen. Zo staan we gelijk qua doelkansen. Blind, Petersen vertrekt op rechts. Blind zag het, daar is de bal en die is goed. Ingreep van Gert-Jan Verbeek, eerste corner van de wedstrijd. Oh, ja, Davids. Edgar Davids, die er drie maakte in de halve finales tegen Feyenoord. Petersen, goeie actie, mooie passeerbeweging. Daarmee is hij Verbeek kwijt. Oh! Pettersson vuurde, maar gelukkig voor Heerenveen liep het precies. Schaap weer helemaal vrij op rechts. Schaap, met links moet je. Schaap, van der Schuit, ja! 1-1! Erik rechtop. Erik rechtop, rond weer zo'n scherpe Heerenveen aanval af. Zwager razelt. Doesburg kopt. Overmars. Overmars. 2-1. Ruim anderhalve minuut in de blessuretijd van de eerste helft. En weer uit een corner scoort Ajax. Bergkamp. Vink. Petersen vertrekt. Petersen. Petersen. Ah, hij legt hem neer voor Stefan Pettersson. En het lijkt hier beslist. Weer door die Deen. Die de beste man is op het veld. Dan Petersen. Maar die vierde goal hangt als een donderwolf boven Heerenveen. Davids moet dan wel de been blijven. Davids. Zwager. Goeie redding. Bergkamp. Maar het is de jongste eer te na. En nu is Bergkamp weg. En nu scoort hij. En dat zal hem opluchten. Geen verrassing dus uiteindelijk in deze finale. Wel een boeiende vertoning. Die hier de bekroning vindt. En daar ben ik eigenlijk wel blij op. Met een goal van de beste man van het veld. Dan Petersen in de blessuretijd. Incasseert zijn verdiende beloning. Hij was de man die Ajax op weg hielp in de eerste helft. Hij was de grote plaag van Heerenveen. Nu is het in 1 minuut tijd 6-1 geworden. Rechtop. Nou, laat de Friese dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd vallen de goals als rijpe appeltjes. Ajax Heerenveen is 6-2 geworden. Ajax wint voor de 12e keer de KNVB-beker. Dat is de tweede prijs onder het bewind van trainer Louis van Gaal uit Avenhorn.